Allemaal leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Jessie. En vandaag gaan wij horrorstills uittesten. Oh my god! Ik ben zo benieuwd. Ik heb het al eventjes gespeeld om te oefenen met het opnemen. Want elk spel heeft natuurlijk een andere opname. Zooi, bla bla. Maar dat maakt niet uit. We gaan een nieuw begin beginnen. We gaan onze avatar maken. Nou, ik ben redelijk vrouwelijk. We gaan gewoon heel makkelijk. Ik wil gewoon zo snel mogelijk spelen. Dus hebben we... Oh my god. Kunnen we iets wat... Ja, dit lijkt wel op mij. En dan wil ik blond. Ja, blond. Mooi. Was dat het? Kunnen we niet meer? Oké, sure. Oké, dit is het. Oké, dan gaan we door. Dit ben ik. Hoe wil je dat in mijn noem? Noem mij maar Jessie. Dat is wel zo makkelijk. Oké, we gaan beginnen. Lekker snel, lekker makkelijk. Ik wil zo snel mogelijk spelen. Oh. Kort, ik hoor alleen de game heel zachtjes. Broekoe. Het is toch fantastisch gewoon. Zijn we er al? Ik ben wel, oh, ik vind dit heel mooi. Ik heb dit begin al even gezien. Kijk dan. Die camera switches, die short dingen zijn echt fantastisch. Ik heb alleen even geluid nodig. Ik heb mijn geluid niet aan. Oh my god, daar gaat mijn kaart. Niet mijn kaart! Nee! Oké, beweeg geen camera. Dit weet ik. Ik vind alleen de camera dus heel raar. Ik hoor het geluid heel zacht. Doen even zo. Hoppakee, we gaan. Oh ja, ik heb natuurlijk alle DLC's gekocht. Kijk. Hallo, wie ben jij? Nu in de tuigschuur. Oké, we moeten dus naar de tuigschuur uiteindelijk. Trouwens. Onderzoeken. Ja, dat kan ik niet meenemen, jammer. Want we moeten later dus helemaal terugrijden om dit op te halen. En ik zou het leuker vinden als we het gewoon in één keer konden meenemen. Want het zou heel veel schelen. Ik heb het al 10 minuutjes gespeeld. En ja, oh my god. Kijk, eenhoorntuig. Ik kan een eenhoorn maken. Oké. Hoe kies ik een paard? Gewoon op een paard ruiken. Oké. Dit vond ik dus echt heel leuk. Je krijgt dus 3 paarden maar te kiezen. Ik vind deze heel leuk. Het is blijkbaar een zwart paard. Ik vind hem alleen niet heel zwart. Je kan dus kijken. D-A-D. Kijken of hij dat fijn vindt. Kijk, kriebels. Oh, hij vindt die kriebels helemaal fantastisch. Die is toch leuk? Oh, cute. Hij is blij. Ik wil exit. Want ik wil even inspecteren. Want ik weet of het een... Oh, ik ben heel blij. Je kan een paard onderzoeken met Q. Dit is Molly. Molly is blij. Molly is een self Frans. Houdt van klassieke muziek. Houdt niet van Strohinder. Zijn... Oh. Gender zijn haar manenstaart. Oké. Bijzonder. Dit is... Deze vond ik het minst van de 3. Kuaka, ook een self Frans. En dit is... Dancer. Dancer is ook een zelfgans. Houdt van honden, houdt niet van sissende geluiden. En Dancer. Er ligt iets in de weg. Kom eens hier, Dancer. Goed zo, meid. En ik wil graag Dancer hebben. We doen even CWD. Oké, niet alle paarden vinden het even leuk om geaid te worden op plekken. Dus we doen even de kin, de nek en de rug. Ja, dat vindt ze fantastisch. Oh, ik vind die best wel. Ik vind het echt een mooi paard. Maar ik heb paarden gezien, jongens. En ik ga er straks langs rijden. Die kunnen we vangen. Ooit, als we stallen hebben. Dus we gaan zo snel mogelijk stallen maken. Want ik wil zo snel mogelijk meer paarden. Wat doen? Kijk dan hoe lief. Dat is toch lief. Helemaal happy. We gaan met Dancer er vandoor. Want Dancer is ons rots in de branding. Hi Dancer. Gaan we gewoon opstappen. Hoppa.
De krachtige stop is X, afrem is S. Ja, eigenlijk gewoon net als Star Stable. Fijn dat eigenlijk paardengames over het algemeen dezelfde controls hebben. Ik vind alleen de camera heel gek. Kies Dancer. Mm. Ik weet het zeker. Ja. We gaan lekker nu met Gabriel gaan wij rijden. En we gaan dan door dit hek heen naar ons eigen landgoed. Woe! Vooruit. Want wij hebben dus een eigen landgoed die we dus helemaal van niks opbouwen. En daar gaan we dus wonen. Dus kunnen we stallen bouwen, bak bouwen, trainings bouwen, huizen bouwen. Dat moeten we zo snel mogelijk doen. Om dan zo snel mogelijk te kunnen leven. En nu gaan we dus de controls leren. Van het paard. F. Moeten we lezen. Galop. Oké, vooruit. We gaan in galop. We kunnen dus sprinten. Als het paard zo gaat. Moet dus shift. Gaat hij sneller? Ja. Shift dan. Oh, ik wil dit eigenlijk even meenemen. Want dit is heel belangrijk. Maar ik kan hier niet naar beneden. Kijk. Het zijn itempjes. Die kan je dus onderweg verzamelen. En daarmee kan je dus dingen bouwen. Zoals hier hebben wij dus. Ik heb alleen eigenlijk dit begin gespeeld. We komen nu aan met de brug. En die is dus kapot. Laten we een andere weg nemen. Ja. We gaan via een andere weg naar het bos. Maar we kunnen dus die brug ook repareren. Daar hebben we dus hout voor nodig. Dus het is handig als we dat. Oh ja, bukken vind ik. Oh, dat vind ik lastig. Oké. Control en dan. Oh. Zo. Maar we konden dus ook zo. Oh ja. We kunnen dus sneller draaien. Oh, dan kunnen we. Oh. En springen. Oh, dit. Springen hier is heel anders. Wee, gefaald. Kom, sneller. Ik kan nog steeds niet springen. Oh, oké, we hebben het gehaald. Yes. Meteen even itemje verzamelen. Op een of andere manier is het springen heel raar. Oh, we hebben het gewoon gehaald. Oh my god. Zo'n verre sprong. Je moet springen ingedrukt houden. Oké, dat kunnen wij. Oh, ik raakte afgeleid door Gabriel. Oh my god. Ik heb het gehaald. Vorige keer, dat ik dit ging testen, uit de controls ging leren, heb ik echt 10 keer moeten springen. Gewoon 10 keer. Oh. Dat is afsprong, hop. En ik ga lekker om de hindernis heen, dan hoeven we niet te springen. Dit kan ik wel, ik kan bukken. Bukken kan ik wel. Kijk bij, wee! Vergeet het hout niet. Hop, hop, hop. Oh, wowie. Horse Tales. Ik vind het alweer leuk dat er een nieuw game is. Ik heb het gewoon gemist om dingen te ontdekken waar ik dan nog nooit ben geweest. Dat je de map helemaal gaat verkennen en zo. En dat mis ik gewoon bij Star Stable echt heel erg. Want ik ken de hele map uit mijn hoofd. Ik kan letterlijk elke bocht, sprong. Ja. Ja, dit is de bouwval waar we in gaan leven. Dit is hoe het ooit was. Oh, het kan zo mooi zijn. wat is hier gebeurd? Leeftijd en verzuim. Is dit de range van mijn afblij? Er is niks meer van over. Wat gaan we doen? Er is een hoop te doen, ja. Kun je me helpen? Ah oh ja, hij gaat de ding fixen. Hallo, ik wil opstappen. Het is ook wel leuk, want je kan op verschillende manieren opstappen. Als je achter je paard bijvoorbeeld staat, dan spring je er van achterop. Vind ik echt heel grappig dat gewoon de amount of details gewoon heel erg vet zijn. Maar we gaan er nu naar ons landgoed en... Even lekker sprinten met Dancer.
En dan kan ik straks nog even laten zien. Wat ik... Oh. Items, 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 items. Ik hou van items. Veel items. Moet ik zoveel mogelijk verzamelen. Want we gaan gewoon weer grinden. Want we hebben het allemaal nodig om dingen te bouwen natuurlijk. En hier zitten ook wat leuke dingen in. Openen. Zo. Oh, springen er gewoon vanaf. Oké. Okay. Openen. Oh, items. Yay, items. Opstappen. Hop. Kijk, andere kant. Tjoep, tjoep. Gaan we struikjes weghalen. Om bij ons land goed te kunnen komen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat we naar ons eigen huis kunnen. Anders dan is dat onhandig. Zo. Oh, ik krijg ook hout voor. Top. Hout, 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 hout. Tada, tada, tada. Kunnen we hier ook op? Oh, daar ligt ook nog dingen. Die kunnen we straks ook overpakken. Items. Ik ben helemaal verslaafd aan het feit dat je items moet verzamelen. Oh, ik bij de ene steen kan je wel naar beneden, de andere niet. Verwijderen. Dat gaat niet lukken. Wat wil je? Benzine. Waarom? Oh ja, Mathea, de man achter de boom. Ja. Ik was eerst helemaal verbaasd waarom dat ding. Waarom zou dat kunnen praten? Maar je gaat zo zien. Ik ga even kijken. Hier was de... Ja, daar was het ding. Hier kan natuurlijk weer de steen niet op. De ene... Oké, okay, ik kan de ene steen wel op, de andere steen niet op. Sure. Oh, we hebben gewoon bijna 200 hout. Oh, heerlijk. Dat dancer is echt fantastisch. Hop. Ha! Oké, okay, dat werkt niet. Dit is geen star stable. We kunnen niet... Gewoon... Ja, oké. Okay. Ah, nee! Waar sprak ik weer hier? Ik moet stoppen met zomaar random te springen. Spring vervolgens nog een keer. Oké, okay, oké. Okay. Gaan we naar de haven. Moet ik wel de quest accepteren. Anders ga ik voor niks. Haal benzine op in de haven. Let's go! Nu kunnen we echt naar de haven. Langs de brug. Ah! Oh, dat ging echt net goed ook gewoon. Oh, je ziet dat daar ook nog zo'n ding zat. Oké, okay, dit is de brug. Hallo, cameo. Oh, nee. Bouwmenu. Kijk. Nu gebruik ik... weet niet hoeveel hout we hebben gebruikt hiervoor. Maar we hebben wat hout gebruikt. Nu beschikbaar om te bouwen. Oh, kunnen we dat bouwen? Moeten we dan dit vernietigen? Nou, dat doen we later wel. Maar nu kunnen we over deze DIY-brug heen. Wat echt heel eng is om overheen te rijden. Oh, waar spring ik? Oh ja, kijk. Hier kwamen we dus net langs. Moeten we naar beneden, dus we moeten het pad volgen. En hier, kijk, dat zijn allemaal paarden. Wilde paarden die we kunnen temmen. Ook weer een kistje. Ik vind echt heel veel kistjes dan. Oh, dat is cool. Oké, okay, nu hebben we een steen. Hier moeten we eigenlijk niet heen. Ik wil die paarden even aan jullie laten zien. Ik kan dus de map verkennen. En dan uiteindelijk paarden temmen. En kijk, hier staan allemaal bonte paarden. En Appaloosa's. Dat doe ik heel graag. Ik kan ze niet onderzoeken, want ze rennen natuurlijk weg. Hey, kistje. Sorry paard, ik ren achter jou aan, want ik wil dat kistje hebben. Oh, hij verdwijnt. En mocht je ze laten schrikken, verdwijnen ze dus blijkbaar. Oh, ik verdwijn. Paarden temmen. Ja, ik hoef nog geen paarden te temmen. Want ik heb nog... Oh, ik wil wel een paard meenemen. Maar ik heb eerst extra plek nodig. Dat is het probleem. Oh, ik heb een zonnebloem gemaakt. Oh, ik ga mijn paard aaien. Oké, okay, Zaza. Misschien wordt hij dan blij. Nee, dat vindt hij niet lekker. Dat kinkriebels. Ah, 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 ah. Dan gaat hij gewoon lekker door. Chill. Hij is weer blij. Per ongeluk weer geaid.
Ook het hoofdstel gaat in één keer af. Oh my god, dat was het hippie. Blijf nou even stilstaan. Oh my god, dancerstatistieken bekijken. Uithuisvermogen, brennigheid, kracht, geluk, charisma, dancer is blij. Ja, mooi dat dancer blij is. Oh, items, items. Oké, we gaan nu wel naar de haven, want dat moeten we doen. We moeten zo snel mogelijk onze range openen, want daar ben ik heel benieuwd naar. Naar de range! Kijk, benzine. Die wilde ik de vorige keer meenemen. We hebben benzine mee. Hop! Hallo, kitty. Miauw! Oh, wat cute. Oké, wij hebben hier... Oh, hout. Don't mind if I do. Oh, kijk, dancer dan uit. Het is zo... Mooi in draf zo. La 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 la. Ik ben een draver. Meenemen. Hop, hop, hop. Oh, dat was niet de bedoeling. Nou, weet je. Oh, dat... Eind goed, al goed. We gaan naar de range. We gaan eindelijk de range bekijken. Kun je het in galop doen? Wee. Kijk hoe goed we kunnen springen. Oh, wauw. Kunnen we dubbel sprong? Ja hoor! En meteen door. Hop, 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 hop. Galop, galop, galop. Tudududud. Ik moet echt eerst een hele berg op, om vervolgens weer een hele berg af te gaan. Ho! Dat was een hele goede bocht. Kan ik afstappen in galop? Nee, dat kunnen we niet. Ho! Paard, geeft de benzine. Achteruit. Oké, nu moeten we dus weg, want nu wordt dat ding opgeblazen. Nou, opgeblazen, weggeketenzaagd. Waarom zegt een opblazen? Hallo, dit is Matteo. Hallo, Matteo. Ik zie je daar. Oh, we mogen eindelijk naar de range. Oh, ons huis. Oh. Yeah! Dancer houdt niet van bossen verkennen. Zal het met tegenzin doen. Oh, nee. Wat stom. Ik wil juist met Dancer de bossen in. Hallo, waar is mijn tante? Oh. Bel haar maar eens tijd hebben, maar waar kan ik slapen? Oh ja, hier. Wat een mooi huis. Ja, een mooi huis zeg. Ja, dat is niet handig, hè? Is niet heel handig. Richt je eerst het huis in. Mijn paard kan mijn huis niet in. Oh, ik kan hier, moet ik zijn. Bouwmenu openen. Maar kampvuur, ik die. Oh, ik kan ook nog escape. Kan ik vernietigen? Of eerst opruimen. Kijk, oh, nu is het opgeruimd. En dan kunnen wij daarvan iets nieuws maken. Oeh. Ja, gaan we in een tent slapen. Bam, bam, bam. Te paard slapen. Goed gedaan. Oh. In onze tent. Uitrusten. Kunnen we hier lekker uitrusten. Wat ooit. Een nieuw begin. Bel je tante. We gaan onze tante even bellen wat er gebeurd is. Zoek de telefoon. Waar zou de telefoon dan zijn? Moet hij even dan een nieuw paard hebben als Dancer het niet leuk vindt om bossen te verkennen? Oh, we kunnen nu weer nieuwe itempjes verzamelen. Oh, kunnen we dan elke dag andere items vinden? We moeten de telefoon zoeken. We kunnen de range eindelijk verkennen. Kijk, wauw. Dit is dan het plein. Is dit al? Oh, is ook bouwmenu. Wat ben jij? Vernietigen. Doe maar, want het ziet er lelijk uit. Kijk, nu is het tenminste gras. Of nou gras. Ik zag even gras. Kijk, dit is toch mooier. Ik weet niet hoe ik hier kan bouwen. Oh, oké. Okay. Zullen we alles opruimen? Hey, mijn vriend is er. Waar woont Matteo? Op die heuvel daar. Oh, dan moeten we heel ver. We moeten eigenlijk ook een telefoon zoeken. Waar hebben we dan een telefoon? Wauw, is het... Wat is dit ook? Oh, hier is bouwmenu. Kun je ook even... Ja, dit is allemaal oud. Kun je het even allemaal weghalen. En wat is dit dan? Bouwmenu openen. Oh, dit is de kampeerwoning. Kunnen we hier bouwen? Ja, ik ga niet nog een tweede kampeerwoning hier bouwen. Dit is dan een stalling, denk ik. Dus dan is dit dan
Zonnebloemtuin. Oh, dat is leuk. Hier kunnen we oogstvelden. Dat is cute. Alleen hebben we nog niet genoeg zonnebloemen. Die kunnen we wel maken. Dan moeten we eigenlijk eventjes eerst vernietigen. Want dan krijg je nog hout voor terug. Moeten we andere dan bouwen? Dat vind ik wel leuk. En want ik heb tenminste nog iets hier staan. Kijk hoe mooi. Ja, het ziet er beter uit. Ja. Kan ik hier dan ook iets mee? Nee, dat moet nog groeien. Maar dat is dan de bak. Ik ga gewoon even alles weghalen. Beter. Kan ik hier wat neerzetten? Nee, niks. Dit is ook allemaal lelijk. God. Nou, wow, ik weet niet eens waar ik allemaal heen ga, joh. Oh, moet ik hier, kan ik hier een brug bouwen? Vernietigen. Oké. Okay. Eerst even opruimen natuurlijk voordat je het wel bouwt. Opnieuw bouwen. Oké. Okay. Ik hoop... Ja, top. Want dan kunnen we hier tenminste overheen. Ook al is dit natuurlijk niet een hele veilige brug. Het is very DIY. Oh, je hebt je ook al... Oh, je hebt echt veel trouwens. Wow, wat zijn dit punten? Opnieuw bouwen. Vernietigen. Ik heb meer room nodig. Oh my god, dan moet dat verzamelen. Oh my god. Oké, je moet ook dingen verzamelen om dat te kunnen doen. Wist ik wel. Nou, gaan we naar Matteo. Zouden we ook via deze kant kunnen gaan? Dat zou heel veel schelen namelijk. Jawel, toch? Moeten we toch de boel verkennen. Ook al vindt Dancer dat waarschijnlijk niet zo leuk. Wauw. Ik weet niet waar ik allemaal heen ga, maar dit... Energie. Sprinten op de ritme. Sprinten, sprinten, bergop, maar rijden kost tijd. Oké. Okay. Oh my god, als je dus spamt... Dan ga je sneller. Als je op de ritme spamt. Wow. Heel vet. Matthäus Blokhut. Wat is dit? Kan ik het meenemen? Verzamelen. Ik moet afstijgen. Nou, dan gaan we toch afstijgen. Al het hout meenemen. Er zit iets in de weg. Ja, een paard. Wow. Oh, echt maar 6. Dat was zonde. Ik dacht echt, je krijgt super, super veel. Oh, dat ligt hier nog. Oké, we krijgen iets van 14 stuks. Dat is zonde. Wat is hier? Oh my god. Zoveel spullen. Oeh, kom ik echt aan 8 hout? Heb ik allemaal hout? Oh nee, ik wou zeggen, ik heb gewoon 200 hout. Hout van open vlaktes. Eager, hij zei. Maar ik heb helemaal geen eager. Ik denk dat dat gebukt is. Ik heb Dancer, maar Dancer houdt van open vlaktes. Dat is leuk. Niet van bossen, maar van open vlaktes. Cute. Oké, dus dan moeten we Dancer meenemen als we in open vlaktes gaan rijden. We moeten dan hier, niet hierin, hè. We moeten op een of andere manier naar beneden komen. Oh, we kunnen hier gewoon in. Hallo. Een hond. Oh ja, Dancer hield van honden, hè. Hoi. Waar is met de telefoon? Op de parkeerplaats. Oké, okay, top. Hoi, oh. Matteo. Een aantal struiken blokkeert mijn pad. Hout over? Hier ligt hout. Oké. Oh ja, we kunnen hier inderdaad hout meenemen. Dat is wel leuk. Zullen we dat even snel pakken? Oeh. Groenheid bewerken. Nee, ik ga geen hout bewerken. Gek. Dit, oh, dit ziet er veel uit. Dat is veel uit, ja.
we kunnen ook onze paard natuurlijk roepen uiteindelijk. Oh, waarom ligt het helemaal in de bosjes? Nee! In de bush, bush! Why? Waarom ligt het in de bush? Komt het niet voor mij? Oh, wortels. Kunnen we even opstappen, toch? Wortels mee. Gaan wij naar de parkeerplaats? Dat is niet inderdaad heel ver. Oh, dat is helemaal de. Oh, dat is daar, joh. Ik dacht, we hebben onze eigen telefoon, maar dat is dus niet zo. Oh my god, er ligt hier heel veel hout. Oh, we hebben ook die parkeerplaats gemist. Waar komt die vandaan? Hout. Oh, het is een ander soort hout. Wow. Er ligt daar zoveel meer. En er ligt daar ook iets anders. Oké, we gaan het even uitzoeken. Kijk, er liggen twee verschillende soorten hout. Hier, wat ligt hier dan? Suikerklontjes. Oké. Zoveel items die ik kan verzamelen. Hier, dit ding. Dit is zo'n energiepunt. Oh my god. Er ligt nog meer. Ik ga ze allemaal even meenemen. Papapapa. Yay! Dan springen we hier gewoon overheen. Hoppa, dan kunnen we dan meteen door. Bel je tante. Hoi tante. Oh, we moeten wel stappen. Oké. Okay. Nee, ik wil je aaien. Oh. Hoi Dancer, ik ga je aaien. Oh ja, ik hou niet van Kim. Sorry Dancer. Je is weer meteen boos. Ah! Lekker op de parkeerplaats voor paardje aaien. Wauw. Kriebel, kriebel. Ja. Ben je blij? Ja. Nee, ik wil niet nog meer. Ik wil mijn tante bellen. Dancer houdt niet van bossen. Ja, fijn dat we dat weer weten. Bel de tante. Hallo, wanneer kom je? Ik ben er gauw. Ik ben nog een paar dagen weg. Het landgoed is helemaal verwoest. Zo'n takkelijk bel je nou, maar hier is een nummer. Nee, ik krijg echt een puin. Oké. Dag liever over. Oh my god. Mijn tante is gestort. Tenzij, statistieken zijn veranderd. Bel je tante, dat heb ik toch gedaan? Missie voltooid, yay! Nu beschikbaar houten brug, eiken en burkenhout, bloemenpot. Bel Noella, moet ik daar weer heen? Waarom stap ik dan op mijn paard? Oké, sure. Bellen we Noella, gaan we terug naar mijn landgoed. En dan vind ik het allemaal mooi. Noella, Bardi, wie is daar? Hoi, meneer Noella, reek maar. Jij bent Joe, haar nichtje. Ben bij Joe. Kun je mij helpen het landgoed herstellen? Ik zal wel blauw drukken. Yay! Bouw je landgoed opnieuw op, praat met Noella. Ja! Yeah. Nee, niet aaien! Gaan we terug naar mijn landgoed? Kunnen we eindelijk wat dingen bouwen? Misschien stallen. Ik wil stallen. Dan kunnen we de volgende keer een paard temmen. Kan ik ook een andere weg nemen? Dan gaan we daar vandaan, hè? En dan gaan we ook die kant weer op. Die bont. Ik wil die bont paarden gewoon hebben. Zo leuk, kei leuk. Oké, we gaan. Dancer moet even wat eten hebben. Oh, ik zit in de steen. Oké. Ik moet Dancer borstelen. Maar ik weet nog niet hoe dat moet allemaal. Wat is dit dan? Geen idee. Laten we eerst maar even gewoon naar het landgoed gaan.
Oh, daar zijn we. Kunnen we niet hiervan afspringen? Dat zou heel veel schelen. wat in de Star Stable ook. Cliff jumpen, toch? Nieuw, nieuw, nieuw. Oh, dan zijn we hier. Top. Ik heb een stukje geskipt. Noella, ik moet mijn paardenspies. Ah, ik heb nog wortels. Ik kan wortels voeren. Dat is wel chill, toch? Heb ik hier ook een brug? Nou, ik heb hier geen brug. Oh. Ik heb alleen hier een brug. Kunnen we de bak herstellen? Dat zou fijn zijn. Alleen heb ik al wat dingen weggehaald. Ik weet niet of dat de bedoeling was. Hallo Noella. Dat hier. Oh, wat een leuke character. Hallo. Waar beginnen we? Nou, blauwdrukken voor. Ja, blauwdrukken. Top. Worteltuin, kleine stal, weiland. Oké. Okay. Oh, je landt goed opnieuw op. Oké. Kunnen we hier wat bouwen? Een weiland. Oh, maar daar heb ik niet genoeg van die dingen voor. Oh, hier. We kunnen een kleine stal bouwen. Dat kunnen we wel doen. Doe hier maar een kleine stal. Zou daar dan alleen Denver in kunnen? Ook meerdere paarden. Grondstof van je land. Goed. Jouw paarden, paardenplaats. Oké. Nu hebben wij drie. Oh, we hebben drie stallen. Kunnen we dan Denser ook poetsen? Ja, we kunnen Denser. Ja, we kunnen eindelijk Denser borstelen. Laten we Denser borstelen. Borstel bewegen, vasthouden, aaien. Oké. Okay. Dus we moeten dan letterlijk. Oh, we moeten omdraaien. Zo. La 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 la. Omhoog, omhoog, omhoog. Oh, je moet zoveel wisselen. En de volgende. Oh, dit is echt gewoon een taak op zich. Omhoog, omlaag, omlaag. Draaien. Nou, nog een keer zo. Die is gefaald. Nou, ik kan wel rosborstelen. Ah, hij is geborsteld. Dan kunnen we nu weggaan. Hij is blij. Voeren kunnen we ook doen. Starten. Ik had een wortel namelijk. Hongerig. Selecteren. Voeren. Nou, je kan wel een wortel eten, toch? Moet je dan heel veel voeren? Moet ik maar één ding voeren of zo. Oh, hij is blij. Of heeft hij meer nodig? Ik ga even kijken. Ik snap het allemaal niet. Er staat niks. Oké, dan krijg je ook niks. Eén wortel kan hij niet doen. Mooi answer. Opstappen. Wat is dit dan? Bouwmenu openen. Oh, hier kunnen we bloempotten neerzetten. Leuk. Nu hebben we dus ruimte voor drie paarden. Dat betekent dat wij volgende keer een paard kunnen temmen. Als je vragen hebt, ik weet het. Ja. Roem, maak voor jezelf vannacht roem te vergaren. Oké. Okay. Doe mee aan races. Koop paarden. Hou blauwdruk op. Waar kan ik blauwdruk op halen dan? Oh! Kan ik ook een bak bouwen? Oh my god. Nee, dat kan nog niet. Ik heb nog niet genoeg room. Help Noelle met de rembaan. Weet je dat ik eten voor mijn paard kan vinden? Ja. In feite overal. Ja, en ik heb nog hier wat gebouwd. Kan ik dat dan ook oogsten uiteindelijk? Noelle is aan de rembaan. Maar dat vind ik voor de volgende keer. Wij kunnen de volgende keer een nieuw paard halen. Daar ben ik heel benieuwd naar. Vond je dit nou leuk om naar te kijken? Vergeet niet te liken en abonneren als je het niet hebt gedaan. Ik heb volgende week nog een aflevering hiervan. Ga eens een nieuw paard halen. En ik hoop jullie dan te zien. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zeg ik tot dan. Houdoe!
You.